En ook dit festival ja, doen we een prachtig programma rondom een kwartetavondfeestje waar Haydn, Mozart, Dietersdorf en Van Hall samen kwartet speelden. Een bizar verhaal. Het programma is gekozen met als basis eigenlijk een concert dat ooit heeft plaatsgevonden in Wenen. In het huis van een geldschieter. Die zowel Haydn als Mozart ondersteunde. En ook Dietersdorf en Van Hall. En wat dus zo leuk is, dat toen de tijd. Nou, Haydn die was echt wel heel beroemd. Mozart zeker ook al, maar was een beetje een kwajongen. Maar Dietersdorf die werd echt enorm gewaardeerd. Niet alleen als componist, maar was ook een zeer virtuose violist. En er is dus een brief bewaard gebleven, waarin dus gezegd wordt van nou, die Dietersdorf die was inderdaad wel goed. Haydn kon ermee door. Maar wat die Mozart allemaal zat te doen op die altviool, dat was toch wel een beetje teleurstellend. Dus dat vind ik heel leuk, dat soort dingen. We spelen een heel bijzonder stuk van Leopold Mozart, de vader van. En dat gaat met de Franse hoornist Hervé Joulin. Dat is een van de allerberoemdste hoornisten ter wereld. Ook een hele goede vriend van ons. Maar hij kwam met een speciaal idee, want dat concerto is geschreven voor alphoorn. U weet wel, zo'n ding van 4 meter lang, waarmee je normaal gesproken in de wei staat richting de Milka-koeien te toeteren. Maar Leopold Mozart heeft daar dus echt een serieus stuk voor geschreven. Hij brengt het mee. Ik weet niet hoe hij dat doet, want het past volgens mij niet in een koffer. Maar ja, ik ben daar super blij word ik daarvan, laat ik het zo maar zeggen. Ja. En met Haydn gaan we iets bijzonders doen. We spelen zijn strijkkwartet, opus 20 nummer 2. Dat is allemaal niet zo belangrijk. Heel mooi strijkkwartet. Maar dat gaan we dus spelen met een strijkorkest. En we hebben gevraagd aan Marijn van Prooijen om een speciale baspartij te arrangeren. En dat wordt spectaculair. Dat wordt echt heel mooi.